Okay. Uittrekken. Hoe heet jij? Anne. Hoe heet je vader? Anne. En je moeder? Ja. En is dat je oma? Ja. Mm-hmm. Ja. Die manier wil alles van je weten, hè? Ja. Wat heb jij je vader het dags cadeautje gegeven? Een muisje. Oké. Okay. En een? Muisje. En een tusje. Ja. Nou, wie wil er wat? Wat wil jij? Met kaas. Ja. Heel veel kaas. Wat gaan dat zien erop? Ik weet dat eerst. Ja, ik ben blij. En die plak niet goed. Ja. Het gaat snel eruit. Of we moeten het er heel diep in doen. Ben je mee bezig? Oké. Dan zie je het plak niet, is het? Het plak niet. Ja, ze hebben hier even een lijn. Oh, en hoe doe je dat? Dan moet je een penseeltje hebben, zeker. Die gaat zo. Dan moet je eerst even een penseeltje. Is dat de echte eetbare lijn? Ja, ja hoor. Ja. Eetbare lijn, dat heb ik nog nooit gehoord. Het is zaterdag in een taartwinkel. Waar je koken en dan voor de taart. Ja, hij moet een penseeltje voor die lijn. Nee, dat klopt niet helemaal hoor. Hij schuift ze stiekem op. Zag je het? Ja, we hebben nog een punt. Ik heb die hele boel van jou weggespeeld. Dennis, dankjewel. Begreep jij er iets van? Wat ze allemaal wouden? Ik verstond er helemaal niets van. Jij ook niet? Sneeën? Helemaal niet. Dankjewel.
zeggen, ik zeg wel een keer een hij zet dus twee koppen erop. En dan kijken ze naar iedereen. Ja, dat is een ja, je wordt oud. Ja, je wordt oud. Ja, ben je er weer? Goedemiddag allemaal, voor de derde keer hartelijk welkom, maar nu bij de finale. En we hebben vandaag een speciale gast, namelijk Sjoerd Pietersen, vicevoorzitter van de Nederlandse Jeugdbondbond. En ik maak meteen van de gelegenheid gebruik om deze Jeugdbondbond te bedanken voor datgene wat ze heeft gedaan om dit mogelijk te maken. Franse ploeg. We hebben net een onderontje gezien tussen België en een onderontje tussen Franse ploegen in de finale. Voor België uitkomend Nico Klaas, Yves Lugliani, Karim Ratepas en Samir Chatzai. Het Belgische team bestaat uit spelers die Masters van Sint-Truiden gewonnen hebben, die provinciaal kampioen zijn geweest, die 30-30 kampioen bevatten. En die zullen spelen tegen een team van... Thank you.